Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, goeiedag dames en heren. Hartelijk welkom weer bij Radio Bergijk. U heeft misschien gisteren geluisterd en toen gedacht... waar zijn ze in godsnaam mee bezig bij Radio Bergijk? Hebben wij onszelf na afloop ook wel een beetje achter de oren gekrapt. Het was een... Ik excuus. Ook omdat mevrouw Roedy hier weer zit. Mevrouw Nelissen van de gemeente. Excuses voor gisteren. Maar ik zag het, ik had gewoon een blinde vlek, ik zag hem niet. Je zag het niet, hè? Nee, maar we hebben er meteen wat aan gedaan. Maar goed, daar komen we zo direct. Ja. Nou ja, in ieder geval, Per en ik zijn nog even een paar uurtjes gaan puzzelen bij Beeks. En toen begrepen we uiteindelijk ook met de assistentie van Beek zelf... dat het, wat het fenomeen Rebus nou precies inhield. En daar was het hele misverstand op gestoeld. En toen vonden wij toch wel zaak om mevrouw Nelissen nog... een keertje uit te nodigen, zodat we nader op de actie konden ingaan. De actie Laat eens wat van je horen. Mevrouw Nelissen, hartelijk welkom weer. Excuses nogmaals voor gisteren. Ja, ik vind het heel sportief van jullie dat jullie me weer uitgenodigd hebben. Maar ik heb ook niet stilgezeten. Ik heb gisteravond doorgewerkt samen met Combu. Het probleem, heel kort geschetst, was het affiche wat ik... aan Peer liet zien en die begreep niet helemaal wat er stond. Het ging over laat eens wat van je horen en er was een H getekend en dan twee oren erachter. Ja. Toen heb ik het principe van de rebus proberen uit te leggen. Op mijn misschien toch wat onhandige manier, dat zeg ik er ook bij hoor. Want, nogmaals van mij, want ik had Maar het was ook natuurlijk van mij misschien niet zo slim. Ik kwam met voorbeelden die er eigenlijk niet deden. Waardoor het lag echt meer aan mij, want ik had er gewoon een soort blinde vlek. En als ik denk dat iemand denkt dat ik dom ben, dan schiet ik gewoon in een soort... geprikkelde stemming waarbij ik niks meer wil begrijpen. Excuus. Peer, voordat iedereen thuis weer denkt, waar zijn ze in godsnaam mee bezig? We gaan terug naar de actie. Laat eens wat van je horen. Er is nu een poster, daar staat nog steeds laat eens wat van je haar met de twee oren erachter. Maar, daar is aan toegevoegd. Kijk, Combi heeft er gisteravond over gehad. We hebben veel voorbeelden gedaan, opnieuw geplakt en geknipt. Het is dus nog een plakmodel, dus ik denk niet van, goh, gaat het er zo uitzien. Uiteindelijk wel, maar dan vallen die letters te mooi in. Ja. Laat eens wat van je horen. Nog steeds, kijk, de H en de oren. Maar en de oren zijn nu twee verschillende oren. Een linker en een rechter oor, dat net iets makkelijker is. Waar het hoofd eigenlijk tussen hoort te zitten, staat nu een H. Maar er staat achter, is gelijk aan... Horen. Horen. Juist. Dus dan is het laat eens wat van je. En je pakt of de rebus, pak je die niet op, dan denk je, oh, het is gewoon horen. Juist. Nou, dat is het. Dat moet toch voor een heel groot gedeelte van de bevolking wel snap je het nu, te snappen zijn. Peer. Ik dacht dat ik hem snapte, maar... Nee. Laat in ieder geval, het is nu wel duidelijk voor, denk ik, voor de meeste mensen. Wat we nu gaan doen met die poster, die komt in alle wijken te hangen. Oh. Overal, op alle abris en gewoon overal waar er maar wat te plakken valt, komt die te hangen. Ja. Die gaat dus over de stiltehinder. Ja. Dat was het uitgangspunt. Jos is als klokkenluider in de kastanjedreef bezig geweest om te laten merken hoe erg het is als je buren niet reageren. Als je niks hoort, als het gewoon te stil is. Waardoor die ene vraag door je kop gaat dreunen. Waar zijn ze in godsnaam mee bezig? Want wij hebben ook erover nagedacht, samenleven is natuurlijk ook weten dat de ander iets doet. Ja. Geluid maakt, er is, aanwezig is. Ja. Je kan aanspraak erop maken. Je kan, als er iets is, weet je, oh, ik hoor geboren hiernaast of ze zijn aan het roepen, dan weet ik in ieder geval dat ze er zijn. Ook in Bergijk had je iets, een sociale maatregel, als je je misdraagt, dan word je doodgezwegen. Letterlijk en figuurlijk. Ja, dan hoor je hoe erg het is als je niks hoort. Precies, van een sociale omgeving waar je in... woont. Ja. Ja. Is het een idee als ik jullie vast de eerste, dit is dus nog een beetje de opgelapte poster, maar ik wil jullie deze misschien vast hier ophangen bij dan gaan we zeker doen. Voor de gasten. Ja, en dan die overhandigen. Je mag hem overhandigen. Hoewel ik hem gisteren begreep, maar... Zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Radio Bergijk. We hebben een klein initiatief nu vanuit Radio Bergijk en de gemeente. U moet niet in de war raken.
Maar we gaan u nu even de kwalijke werking van het verschijnsel stilte laten horen. Dus niet in de war raken. Het ligt niet aan uw toestel. Dit is gewoon van gemeente weetje. Zoals je één keer in de eerste week van juni heb je dan de sirene. Precies. Voor noodgevallen. Dus maar, dit is stilte. Om iedereen ervan te laten doordringen hoe... Als u ooit geconfronteerd wordt met wat u nu gaat horen met stilte, dan zegt de burgerbescherming, radio aan, televisie aan, ramen en deuren open. Zodat wat u dadelijk gaat meemaken is die ene vraag die dan door je kop gaat bij stilte. Dat is namelijk, waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig? Dus u krijgt nu te horen een stukje... Nogmaals, niet in de war raken, het ligt niet aan uw toestel. Nee. Maar dit is gewoon van de gemeente uit om u even te laten horen wat het is. Om dan gaat het even stil worden. Om echt geconfronteerd te worden met echt... Echt niks hoort. De echte stilte. Dus even... Gewoon dat je... Stilte. Stilte. Ja, dat moet enorm gek zijn, hè? Is het dan opeens stil is. Die zitten nou thuis allemaal. Waar zijn ze ook godsnaam mee bezig? Ja, je moet toch laten voelen waar het om gaat. Ja, want je kunt met zachte hand dit soort acties, dat heeft geen zin. Nee, je moet ze één keer laten voelen. Dat mensen thuis helemaal... Hun huid stippelt van die vraag. Nou, het is misschien ook wel goed om in deze stiltes te denken aan die klokkenluider Jos. Ja. Ja, want die is allemaal aangezwengeld. Die is echt gek geworden van. Dat is toch iets, ja, en ik ben bij het als gemeente er toch... meteen bovenop zijn zitten, samen met... dat is wel eens anders geweest. Communicatiebureau. Dat is wel eens anders. Ik word een beetje zenuwachtig. Ik ook. Waar zou Tedje mee bezig zijn? Ik weet het niet. Tedje. We hadden het heel erg... kriebelig van stilte. Van die koude rillingen over mijn rug. Word je opeens geconfronteerd met die auditief zwarte gat. Ja, ik ga even kijken wat Tedje mee bezig is. Momentje. Is het goed dat ik misschien ga, want... ga ik met Combu aanvragen of ze het dan nu gaan drukken? Nou, die rebus. Dan, ik heb liever niet dat mensen mij alleen... Maar ga, ga dan maar. Petje is weg. Bedankt en jullie zien de affiches wel gedurende de komende week hangen. Wij blijven hier nog even stil. We komen in alle weken. Petje is weg. Is Petje weg? Hok is leeg. Waar is hij mee bezig? En wat is het stil? Oh god. Oh god, ik laat alles open. Doe. Leg er iets onder. Och. Leg er dan iets onder. Stilte, ik word gek van stilte. Waar zouden ze thuis nou allemaal weer godsnaam mee bezig zijn? Of ze denken thuis, waar zijn ze nou mee bezig? Waar is Tedje mee bezig? Stilte is het ergste wat er is. Waar ging die Nelissen nou mee bezig? Ze werd toch zo stil op het eind? Ik denk, gadsverdamme, stil heks. Oh, nee. Maar waar was die dan mee bezig? In die stilte. Of de stilte erger wordt.
stilte wordt oorverdovend. Het is toch een wreed experiment van de gemeente? Het wordt nog steeds stiller. Waar is die gemeente in godsnaam mee bezig? Ik wist niet dat het zo stil kon zijn. Een tijdje is weg. Och, het wordt weer stiller en stiller. Het lijkt wel of we in een soort auditief zwart gat getrokken worden. Peer, waar ben je in godsnaam mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Waar ben ik in godsnaam mee bezig? Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Gelukkig, ja. Nou, daar zijn we weer. Oeh. Och, jezus, wat een experiment. Oh. Och, nou, kom. Nou, God zeg, zo zeg. Ach, dat was even of je of van diep onder water. Of je in je eigen ziel kon kijken. Godverdamme zeg, wat een stilte. Nou, gelukkig, het geluid is er weer. Dames en heren thuis, het zit erop. U heeft het misschien aan de lijve kunnen ondervaren, ervaren. Hoe gruwelijk dat stilte kan zijn. Ik hoop dat u vanaf nu, als u in het verleden gewend was om thuis heel rustig te leven, om het roer om te gooien. Denk toch aan de buren. Denk aan de buren. Boor eens een gaatje, ook als het niet nodig is. Zet eens snoeiharde muziek aan. Gooi eens wat dingen in de tuin, maar laat de mensen naast u weten waar u mee bezig bent. Middels geluid, alstublieft. Nou, Tedje, zet eens snoeiharde afscheidsmuziek op. Over snoeihard. En zet u thuis, dames en heren, alsjeblieft de versterker in de radio op het hoogste niveau. Ja. Ja. Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Nou, dan hebben we wel een kopstootje verdiend. Zeker wel. Ik weet het. Een soort... Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Ik werd helemaal naar binnen getrokken in een soort... In mijn eigen ziel. In mijn... Ik had alleen maar die ene vraag. Waar ben ik mee bezig? Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Lekker. Muziek. Veel, veel muziek. Afleiding voor je geest. Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig? Waar zijn we nou in hemelsnaam allemaal mee bezig?